Welkom allemaal in een ontzettend wit Insel. Dit pad hier achter mij wordt ongeveer elk uur vrijgemaakt van een laag van 10 centimeter sneeuw. Omdat het er gewoon niet tegen aan te vegen is. Maar geeft aan de andere kant wel ook hele mooie beelden. Joost heeft allemaal mooie drone shots, dus die zullen jullie vast nog wel voorbij zien komen deze vlog. De helft van de ploeg zit niet in Insel. Die zijn in het zonnige Colalbo. Letitia, Jutta en Erwin en Rob. Die zijn samen naar Colalbo gereden vanuit Insel en die gaan ze daar klaarmaken voor het EK afstanden. Martin en de rest van het team en ik blijven hier nog voor de rest van de week en zullen dit weekend zullen de rijders hier een wedstrijd rijden. En ik zal jullie meenemen om te gaan kijken hoe dat gaat. We zijn een beetje last minute op kamp gegaan. Ik denk, bij het enkele afstand was het plan er nog niet, maar 4 dagen daarna zijn wij weggegaan. En dat hebben wij eigenlijk allemaal te danken aan CCC Projects and Engineering en DISC. Twee van onze sponsoren die ons dit mogelijk hebben gemaakt. Wij willen natuurlijk graag wat voor ze terug doen. Zo heeft Bo bijvoorbeeld gisteren, samen met Joost, een workout opgenomen. De DISC is een topding en daar zullen we ook wel wat beelden van laten zien. Dan weten jullie een beetje waar we over praten. Welkom bij je 10 minuten workout! Dit is Bo, ik ben Joost. Mij kennen jullie misschien al, want ik bewerk alle workouts van DISC. Mij kennen jullie nog niet, maar ik ben Joost, het teamgenootje. Wij schaatsen bij schaatsteam ICO. Wat je doet, je pakt je hendels rondom je twee middelste vingers. Zo. Ja. Je gaat iets buiten heupbreedte staan. Knieën goed naar buiten. En je laat je lichaam naar voren zakken met een rechte rug en dan kom je weer naar hier. De 4e keer vandaag dat dit gebeurt. Dik pak. Het is wel een beetje dweilen met de kraam open, hè? Eigenlijk wel. Ja. Wat zijn we aan het doen, Tinus? Ja, we trekken onze schaatsen aan, maar we zijn ook aan het, multitasken. We kijken namelijk ook naar het EK sprint. En voor verdere evaluatie van het EK Sprint, Erwin. Hallo. Hoe kijk jij terug op jouw, was het ook jouw eerste EK debuut, EK Sprint debuut als trainer? Ja. Op jouw EK Sprint debuut als trainer en hoe kijk jij terug op de rijders? Nou, mijn rijders. Nou, daar gaat het vanavond om. Ja. En die hebben het hartstikke goed gedaan. En ze hebben hele goede 1000 meters gereden. Het was voor Letitia een beetje een vervelende aanloop. En daarom was het erg knap dat ze zo'n goede eerste dag reed. Podium op de 1000 meter. En het mooie daarvan is dat wij rijden nu de spullen terug uit Colalbo en uit Insel. Maar ook de prijzen die Jutta en Letitia hebben gekregen bij het EK. Pak die er even bij. Hop. Een zak vol met eten. Dat is voor jou klaar. Hij zat nog voller. Hij zat voller, maar 12 uur reizen zorgt er wel voor dat er dingetjes open gaan. Sorry dames, maar... Sorry. Ja, wij moeten nog een aantal uurtjes rijden. Ja. Zijn we terug in Nederland en dan is het trainingskamp / EK sprint klaar. Niet te vergeten, we willen CC Projects and Engineering en DISC heel erg bedanken voor het mede mogelijk maken van dit trainingskamp. Absoluut. Dat moeten wij niet vergeten. Absoluut. Dus bedankt en tot volgende week.